Hey, kijkers van Big Game, welkom bij een nieuwe episode van Assassin's Creed Unity. En dit is moeilijk. Wat gaan we eerst doen? Er zijn dus twee dingen die belangrijk zijn. Die twee punten daar. Misschien zullen we met de uitroepteken. Eentje is een assassination opportunity en eentje is een assistance opportunity. Linkerkant is echt super goed bewaakt. Dus ik ga nu gewoon lekker voor de rechterkant. Want het is serieus echt heel erg moeilijk. Ik hoop dat mijn microfoon goed staat. Dat kunnen we pas na de uitzending goed zien. Uitzending of aflevering. Maar ik moet heel erg goed oppassen dat ik niet word gespot. Nope, kan ik niet gebruiken. Oké. Oh jee, ja, als ik ga rennen dan is het weg. Oké, let op. Ik moet goed mijn Eagle Vision gebruiken, want er zijn echt heel veel mannetjes. En dat is een beetje vervelend. Hé, een kist. Oh, nee! Hide. Oeps. Oh, nice. Die meneer daar. Oh, gestaf. Oké, cool. Ik ga het proberen zo stealth mogelijk te doen, maar het is best wel moeilijk. Ga voor een raam staan en ik heb je. Oké, kom op. Naar buiten gooien. Lopen ze er naartoe? Oh nee, nu heb ik twee mensen hier op me gericht. Dat is niet handig. Ik ga deze wel even doen. Kijken wat er omheen zit. Waarschijnlijk wel iets goeds. Alleen die guard. Die is echt heel vervelend. Kan ik ook niet heel ver gooien. Oké, ik ben nu... Kom op. Ik kan die echt super moeilijk raken. Ik ga het wel proberen. Hele mooie controle waarschijnlijk al. Oh wow. Ja, daar komt hij. Nice! Lekker. Heb jij niks? Kan ik jou... Ja, ik wil je looten. Mooi. Oké, wat gaan we doen? Hier ergens was het. Daar was het, ergens. Oké, Berserk die moet me nu helpen. Nee, ik kan hem niet raken. Ga ik niet riskeren. Oh. Wie zag mij? Hij. Nee, die mis ik. Oh jee. Kan ik hem met een pistool raken? Misschien, heel misschien. Nee, net niet. Man, dit wordt lastig. Ik ga op het dak. Dat is gewoon nu iets wat ik moet doen. Oh, kom terug. Man, de controls. Ik moet er nog steeds aan wennen. Als die berserk gaat, dan heb ik waarschijnlijk veel mensen down, denk ik. Want die gaat allemaal mensen beschieten. Hopelijk. Oh, ik zie echt niks. Oh. Wat? Nee, hij is gekild. Ah. Oh, wat een zeikert. Oh.
Oké, okay, even kijken. Die mensen daar. Wow, wat gebeurt daar, joh? Oké, wat? Wat de heck? Dat wordt lastig, dat is namelijk gebukt. Maar dan gaan we naar binnen en naar beneden. Is hier nog iemand anders in de buurt die we uit kunnen nemen? Ja, daar iemand. Oh, als ik op hun mijn berserk potion had gebruikt. Nee, dat gaat hem niet worden. Jammer. Hé. Oeh, nee, oh 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 nee. Dat wilde ik niet. Het is moeilijk om te schieten, zeg maar, en niet per ongeluk een rookbom te gooien. Serieus. Computer is net iets fijner daarin. Oké, we gaan naar beneden en dan nemen we die mannetjes die daaronder zijn geglitcht uit. Via een raam aan de andere kant gaan we naar beneden. Ik zag daar raams open aan de andere kant tenminste. Hopelijk ook aan deze kant. Maar dat zou we, jawel. Alsjeblieft, kom. Neem hier de rook om. Ah, ga weg. Nice. Waar zijn de andere guards? Een eentje is daar. En eentje is naar buiten gegaan. Oh, wow. Nice. Oké, waar is die ander? Daar. Oh nee, kut. Ah, bah. Sorry, ik schat een beetje. Oh, laat me alsjeblieft niet gezien zijn. Netjes. Oké, even looten. Nee, oké, laat maar. Nee, geen geloed. Oké, netjes. We hebben het gedaan. Alleen... Wat doet dit? We moeten oppassen. Oh, ik moet wachten. Crowd assistance available. Available. Oh, mensen willen eten. Oh, handig. Heel erg handig. Nice. Oké, hier. Oh, dit is cool. Hierdoor kunnen we heel dichtbij komen. Oké, wat gaan we. We gaan er gewoon rennen. Netjes. Woe! Woe! Oké. Okay. Why? Because, Monsieur Latouche, your last report contained numerous errors. Sir, I triple-checked those figures. They're not in error. 10,000 livres simply vanished from His Majesty's treasury. I'm sorry, Latouche. Good day. Monsieur Latouche, they tell me you are a tax man. Yes, sir. Good. I have need of someone like you. Oh wow, kijk hoe even slecht het is. Hij had eerst die andere baan. Plain and simple. What's that mean? It means greedy bastards skimming for themselves instead of doing their jobs. If you knew half the shit, our boss is right here. Tell me about this boss of yours. Templar. Very well. May the father of understanding guide you. May the father of understanding guide us. En toen was hij ook een temper. Holy shit, doordat hij gewoon zijn baan is kwijtgeraakt, omdat hij waarschijnlijk niks fout heeft gedaan, is hij bij de tempers gekomen. Disposal of our agent on the convention. Le Peltier? Now Peltier has his uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche, I present to you Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur. Oh, bij wie komen we nu? Versailles is overrun with parasites. Oké, waar gaan we heen? Ik zeg daarheen. Gewoon keihard rennen. Rookbom. Rookbom.
Oh jee, oh jee, oh jee. Yes! Luister. Super cool, het is gewoon in één keer gelukt. Ik ben zo super, super blij. We gaan nog naar de volgende missie, dat wil ik tenminste wel in deze episode doen. Deze duurde volgens voornamelijk gevoel. Even snel kijken. Als ik kan zien. 10 minuten maar. Oké, perfect. Yes! Oeh, gaan we tijd reizen? Oh! Wow! Nee, dit vind ik juist cool. Oh, we gaan tijdreizen, jongens. Ja. Dat vind ik echt een van de leukste dingen. Alleen moeten we oppassen. Kijk maar achter ons. Zometeen komt daar de lijn des doods. Oh, wow. Want nu... Oké, we gaan nu denk ik naar de portal waar we echt gaan tijdreizen. Of tijdreizen. Jullie snappen het wel. We gaan een andere sequence om de volgende op te lossen. Even kort samengevat. Oké, hup, opschieten. Want ik heb niet alle tijd. Was het maar zo. Nee. En ik weet niet waar we heen gaan. Maar we zijn nu nog een oude. Waar dus een geglitchte memory is. En die gaan ze dus fixen. Terwijl ik ergens anders heen ga. Voor de mensen die het niet begrijpen of nieuw zijn. Ho, 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 ho. Niet zo grappig doen. Oh, ik voel het gewoon dichterbij komen. Snel! Nee, weet je hoe slecht het gevoel is dat het dichterbij komt? Mijn hele controller die trilt hem. Oh! Nee! Je kan het! Hup Arno! Medicine! Ah! Net gered, jongens! Holy shit! Nee! Dat meen je niet! Oh, wat erg! Het is gemeen. Alleen omdat ik moeite had met dat... Oh, nee! Oké, snel even opnieuw doen. balen. Ik was er net doorheen! Oké, dan gaan we. Keihard gaan rennen. We hebben niet veel tijd. Ik ben net dood gegaan. Ik weet niet of ik het in de video gelaten vanwege de tijd. Misschien zien jullie het wel. Misschien dan horen jullie me niet gewoon dubbel iets zeggen. Ik ben net dood gegaan terwijl ik er net insprong. Dus we moeten nu keihard gaan rennen. Want het zit heel erg achter ons. Ik heb het een beetje onderschat de vorige keer. Maar nu het zo leeg is, met dat mooie zonnetje erbij, vind ik het zo mooi. Daar hou ik echt van. Gewoon als het lekker leeg is. Ik bedoel, al die mensen zijn mooi en leuk, maar nee. Oh, rennen. Rennen. Oh, wow, 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 wow. Hoe kom ik hierin? Oh, nee. Nee, spring er dan in. Echt. Damn, dat duurde lang. Ik was op dit moment dood gegaan. Precies op dit punt. Maar, oké. Dat vind ik alleen het enige stomme aan Unity. Het is zeg maar, je probeert een goede jump te doen. Oh nee, je springt op een ander gebouw. Ik snap dat het moeilijk is om te fixen of om iets daarop te bedenken. Maar dat is kut. En dat zou ik persoonlijk het meest veranderen aan Unity. En dan zou het echt heel goed zijn. Ik vraag me af naar welke tijd we gaan. Ik hoop iets heel cools. Oh. Leave the cemetery. This might look familiar to you. We're back in medieval Paris, late 14th century. You're outside the city walls now. I suggest you find your way back. Whoa. Whoa. Whoa, dat is een Templar. Wow. Heb ik tijd of niet?
Wow, dit zijn de catacombs. Holy shit. Dat had ik niet verwacht. Oh, dit wordt spooky, jongens. Dit wordt heel erg spooky. Sorry, maar ik ga alle details bekijken. Dit is zo cool. Tuurlijk, val even. Ah, dat bedoel ik dus. Ik wilde gewoon daarin. Aan de andere kant. Oh, we zijn nu in de Catacombs of Parijs. Dat is zo cool. Wow. Oh, natuurlijk. Ik kan niet interacten. Oh, nee. Dat bedoel ik. Ik wil op die freaking la... Oké, jullie zien wat ik bedoel. Oké, Niels, gewoon even goed richten. Dat's... Wow. Damn. Ga maar door. Volgens mij zijn dit de Templars. Ja, dit zijn Templars. Dat zie je in het kruis. Wow, hier zijn ze aan het graven. Kijk maar. Ze hebben geen pickaxe in, of geen axe in hun handen, maar... Holy shit. En hier. Wow. Sorry, ik ben te nieuwsgierig. Oh shit. Oké, goed oppassen. Oh. Oh wow, dat ging bijna fout. Wow, damn. The simulation is falling apart. Find the exit fast. Nee, ik wil geen tijd. Oh. Oh, daar. Wow, damn. Oh. Aw, ik wil nog even doorkijken. Oké, waarschijnlijk is er nog steeds dat... Netjes, nice. Kijk, assassins kunnen dit gewoon. Oké, is er nog steeds die border? Nee, oké, dan kan ik rustig lopen. En even genieten. Wauw. Wow. Dit vind ik leuk aan Assassin's Creed. Niet alleen maar missies, gewoon ook iets van verhaal, iets moois. Wat? Oh, wow. Damn. You're nearly there. Ik ga hier deze kant op. Ik hoop dat ik de goede kant heb gekozen. Oh, wow. Oh, wow. Follow my voice. Ja. Oh, wow. Health potion. Wow, holy Jesus. Woo. Cool. Kijk hoe mooi dit is. Dit is, wow. Zo ging dat vroeger. Ongeveer. Minder epic, denk ik. Wauw, cool. Dit was echt super vet. Ik hoop echt niet dat het de laatste is, want dat zou ik echt heel jammer vinden. Die van Parijs vond ik ook echt super vet. En die, ook toen we in dat vredige tijdperk van Parijs gingen, toen met al die mooie luchtballonnen en zo. Dat was ook echt super mooi. Dat weet ik nog. Dat wil ik vaker. Ik bedoel... zeg maar, dat vind ik juist leuk aan Assassin's Creed. Niet alleen maar gewoon... dingen van die tijd, wat wel leuk is, maar ik heb nu een paar missies achter elkaar iemand moeten vermoorden. Dan denk ik ook van,
Doe liever iets anders. En dit dan de hele tijd, dat zou zo vet zijn. Maar dan ook, dan wordt het niet echt een Assassin's Creed. Dan wordt het meer iets anders. Bioshock, moet ik heel erg aan denken. Oh, pardon, aan denken. Ik weet niet, ik zie wel. Kijk zo meteen even lekker verder. We gaan zo meteen de episode afsluiten. Ik ben al best wel eigenlijk even bezig. Ja, de episode hoef je niet al te lang te doen. Oké, initiate. Let's finish this. You're almost home. We gaan even kijken wat we moeten doen. Of het iets heel groots is. Hey, dat is Elise, denk ik. Ja. Things have changed a great deal since you left Paris. A great deal to be set right. And we're no closer to finding Germain. That's not entirely true. I have a name. Who? Robespierre. Oh, ruzie op de straat. En een kat. Oké. Zullen we anders even naar de missie gaan kijken en wat het is? Want ik bedoel, het valt mee hoe lang de episode nu nog is. En dan bepaal ik dan wel of we die gaan doen in de episode. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik wil wel zien wat de missie precies is. Ah! Ik doe rondje! Ik doe rondje, wat is dit? Ik blok hem nu de hele tijd, dit haat ik. Oh, kut. Ja, lekker. Hoppa. Nice. Oké, lekker. Die verdienen dat zeker. Ik ga niet eens de loot oppakken. Oké, wat is dit? We gaan kijken wat er mis is en dan zien we het verder. Ze zei dat het de laatste memory, geheugen, tijdreis ding was. Vind ik jammer. Oh, we moeten even naar onze upgrades kijken. Dat kan, ga ik ook zo meteen even doen. We hebben volgens mij 3 punten binnen gehad. Of 3 upgrade points. Die 2 cards zitten in ondergoed. Zou dat een bug zijn? What's all this? Robespierre. He's declared today a festival of the supreme being. A paean to the virtue of the nation and the citizens' duty toward it. Ja, ze zit in ondergoed. Kijk. Oh, zeg maar. Weet je wat? Ik doe deze missie nog even. Ik kijk even hoe groot het is en dan stop ik misschien zo meteen. Oh. Ja, maar dat is niet goed. Kijk, nu ben ik ook een vrouw. Wauw. Hey, maar ik mag hier zijn, dus het mag weer uit. Hey, Elise. Oh, iedereen is in de fit. Soort van. Oké, dan is het geen ondergoed. Ik zie hier geen rood, dus we zijn op goed gebied. Denk ik. Ja, straks niet meer. Oh, wauw. Oh, wauw. Nice. Oh, die boom is mooi. Oh, ik ga hier vaker komen. What now? Robespierre is unassailable. He's got half the guard out in force. We'll never get within 10 yards of him. Just what I said. But he's not as popular as he was. The Purgers, this supreme being cult. If we can discredit him, he's finished. Oh. Massive public spectacle is the vendor. Cool, cool. Paint him as a dangerous lunatic and his power will evaporate like snow in April. But we'll need some convincing evidence. I have an idea where to start.
Waar? Oké, laat me kijken hoe ver we zijn. Oké, we zijn nu op 25 minuten. Hey, wat ik doe deze. Ik doe deze gewoon lekker in, oké? Nou, oké, dit is moeilijk. In het blauwe gebied, sorry, ik kan niet meer praten. Mag je niet gezien worden, niet gespot worden, mag je eigenlijk niet komen. Hetzelfde als een rode gebied. In dit leuke gebied hier kan ik rennen, maar die rode mannetjes daar, die doen wel vervelend als ik hier ga rennen. Ik kan hierheen, volgens mij. Ik heb hier eigenlijk geen idee. We gaan het proberen. Ja, ik kan hierheen. Nice. Hoezo word ik nu gezien? Ik bedoel, ik doe nu... Oh, door die rode stomme man. Oké, het is oké. Nee. Oké. Incriminating evidence. Nice. Kijk mijn gezicht. Oh nee! Deputies of the National Convention. Dit gaat heel verkeerd. Lists of political figures written in the hand of a man fond of sending his rivals to the guillotine. Yes, you should do nicely. Ik moet er denk ik nog 3 of 2 pakken. Nee, 1 of 2 pakken. Oh god. Oké, we hebben al genoeg. We hebben al genoeg. Oh. Oh, wauw. Yes. Dat is beter gelukt dan je denkt. Dat is echt... Oh, wauw. Oké, als ik hier ga. Hoeveel mensen zien me? Te veel. Ik ga gewoon lekker om. Ik ga gewoon lekker om. Oké, beter. Als ik ren. Ja, dan is het weg. Maar hier ben ik veilig als die rode mannetjes me maar te zien. Oké. Ik moet nu weer naar Elise. Elise is makkelijk te bereiken. Die staat gewoon op een openbare plek. Maar oh, dat ging goed. Wat ben ik... Oh, we gaan... Oké, luister. Onderbreking van de missie. Hartstikke sorry. Maar we gaan even meteen naar de... skills kijken. Ik heb er nu 8. Wat is dit? Ground execution. Oké, dat kan. Nee, ik ga vooral niet met mijn zwaard vechten. Sorry, dat wil ik heel graag. Oeh. Leuk, het is van de fight van de rullen. Online is best ook. Cool. Maar wat is dit? Nee. Nee. Nice, deze nemen we. Yes, cool. Die is goed. Maar nu heb ik 0 punten. 0 upgrade punten. Yes! Oh, oppassen daarvoor. Die doen vervelend. Sorry, deze episode iets te lang duurt dan normaal. Ik maak er geen XXL episode van. Die doen echt 1 uur of zo, of 45 minuten. Maar dat moet op zich nog oppassen. Wat zou er gebeurd zijn als ik die... Oh, sorry. Oh, de Templar manier. Wat is dit? Monsieur Robespierre brought his own refreshments. Distract the guards. I have an idea. Distract the guards. Oké. Okay. Wat wilde ik net zeggen? Ik weet niet meer. Oké, dan. Dit is dus in principe vechten. En dit is best moeilijk. Waarom? Ik heb namelijk geen health potions. Ik heb er nu 1, denk ik. Oké, deze moet ik best wel snel uitschakelen zonder damage te nemen als het kan. Oh jee. Nice. Dit is best wel moeilijk namelijk, zonder health potions. Dus ik ga deze meteen even looten. Als het kan. Hup, ja. Want aan de andere kant kopen er nog meer. Ja, ik heb hem net al een paar keer gegooid, maar dat zien jullie niet. Anders wordt zeker de episode te lang. Heb ik? Ik weet niet. Ik hoop...
Oké, daar. Hoppa. Oké, uitkijken, want na die twee mannen komen er nog twee. Loop in range, loop in range. Nice, lekker. Oké, top. Het gaat goed. Eén health potion heb ik. Niet te laat gebruiken. Netjes. Wow, deze mannen kunnen ook een sterke zwaai. Moet ik mee oppassen. Oké, top. Dat is gelukt. Ik kom niet voorbij deze mensen. Maar nice. Ik moet wel oppassen. Ik heb geen tijd om het op te pakken. Wacht even. Jawel, want ik moet gewoon nu naar die groene stip. Chill. Ik was heel even bang. Oké, medicine. Nice, dat kan ik gebruiken. Oké, dit moet wel goed zijn. En snel deze missie afronden. Oké, hup naar Elise. Wat heeft Elise eigenlijk gedaan? Ik heb het niet gezien. Nou ja, daar gaan we. We gaan het nu zien. How did I get? Causes hallucinations. This will make him look mad. Now we have to make him look dangerous. The list of names. It must fall into the right hands, anonymously. If our involvement gets out, it'll tip Germain off. Leave that part to me. Oh jee, nog meer voorbereidingen. Hallucinaties. Robespierre natters on about freedom and mercy, while thousands go to the guillotine. If Dansomer allowed to see this, he would choke on his own grief. But what can we do? For all his horrors, the committee stands behind him. What can I do? Only so long as he condemns strangers. When he turns his gaze on, we shall see. Oh, ik moet het achter hem doen, tuurlijk. Oké. Wow, daar stonden guards. Goed dat ik dit kon gebruiken. Ja, ze letten nu op. Waarna kan ik die weer gebruiken? Oké, goed opletten waar mensen staan. Conduct unbecoming. Me? Who the hell does Robespierre think he is? You can again. Think well. What is it, sir? You can attach. Nice. Oké, gaat goed. De laatste. Dit wordt het moeilijkst. Denk ik. Let nature thus regain all its magnificence and wisdom all its empire. Supreme being is not destroyed. Let us be serious and discreet in all our deliberations, as men who determine the interests of the whole. Netjes, dat gaat helpen. Fear no more their sacrilegious conspiracies. They can no more tear the world from the breast of the oh, lekker, first try. Nice. Nice. Daar ben ik blij mee. Cool. Oké, dit gaat goed. Het gaat goed. Dat was gewoon mijn first try. Ik hoop trouwens echt dat de audio goed is, maar dat zal goed zijn. Above all, that our guilty enemies want to drive from the Republic. To wisdom alone does it belong to consolidate the prosperity of empire. Being the list of enemies of the revolution. Half a hundred names here. Robespierre's gone too far this time. Oh yes, het verspreidt zich hoor, het verspreidt zich. Pity the hens. Now what? We wait. It won't take long. Once Robespierre has lost the support of the people, he'll be no more use to Germain. But when Germain abandons him... He's vulnerable. Cool, lekker. Yes, gelukt. Alleen wil ik zien wat er met hem gebeurt. Aww. Maar wel nice.
goede missie. Het wel moeilijk, eerlijk. Want je werd... Wat bij Unity heel erg nieuw is, en dat is wel gewoon opvallend, ook gewoon na 4 nog steeds, van alle kanten word je bekeken. Zo. Dus je moet echt alles uit de kast halen om stealth te blijven. En af en toe moet je gewoon runnen. Zie iedereen dan? Iedereen is... Oh, toen was ze weg. Oh. Oh, cool. Wow. Cool. Nou, mensen. Hele goede missies vandaag. Zeker tijdreis was even cool. Was zeker gaaf. Daar hou ik van. Dat zijn de leukste missies tot nu toe, vind ik. Maar ja. Heel erg bedankt voor kijken naar Ik Ben Je Game. Like en subscribe. Oh nee, je liegt by the way. De eerste missies met kleine armen vond ik tot nu toe het leukst. En het best. Het mooist. Maar ja. Like en subscribe. En tot de volgende episode bij Assassin's Creed Unity.